Leo Visser dan. Tegen Joachim Karlberg, achtste rit. Visser gisteren echt chapeau. Zijn 5 kilometer was van klasse. Misschien dat hij dan nog eventjes dat vaandeltje hoog kan houden. Kijken hoe het met zijn eerste anderhalve ronde staat. Dus de zweut die open. Als eerste. Acceptabel. En die zal ook via die buitenbocht nog wel als eerste naar voren komen. En dat verwacht je dan toch niet. Ik vind dat Visser hier dichterop moet kruipen. Dit is weer niet goed. Het is hetzelfde beeld als wat de 3 voor hem straks aan de landgenoten hebben gehad. Die opening is niet goed. Dat deugt niet. 58 blank voor de zweut. 30-8 als ronde. En 59-01 voor Leo Visser. Die moet inhouden op de wissel. Nou is die hartstikke brutaal. Maar met brutaliteit kom je er niet. En als je het toch over nederlagen hebt van de Nederlandse rijders hier op de 1500 meter, dan ligt hier nog een plaatje voor je. Visser staat vierde in het klassement, maar Karlberg heeft daar echt maling aan. 1.30.7 via een rondje van 32.7. En Leo kan dat gewoon niet volgen. Vlak schema geeft Gemser aan. En de Zweden krijgen zelfs nog een vingertje omhoog. Nee, dit is niet iets wat in de grote annalen van de KNSB zal worden bijgeschreven. De 1500 meter van Trondheim 1987. De 4 landgenoten uit de trotse ploeg van Gemser krijgen billenkoek van je welste. 2.03.88 voor Karlberg en 2.05.81 voor Leo Visser. En die tuimelt daarmee ook in het algemeen klassement. Een stukje. En die heeft nu serieuze concurrentie te duchten van Karlstad. Dat is heel erg logisch en heel erg duidelijk. 126-146 is voor hem zijn totaal na 3 afstanden. Maar die opening, daar zit het hem in. Daar zijn ze allemaal geklopt. Alle 4. Daar rijdt Vergeer. U zag hem nog net. En die weet toch dat hij geklopt is. Want hij weet ook dat, hoeveel was het, 31 seconden en 57 honderdste, dat wel een heel groot stuk is. En het is geen hopen op een ander stukje weer, want hij rijdt tegen Guljajev op de 10 kilometer. Als ze nu gaan rijden is het schitterend weer. Er valt nu geen sneeuw. Het is heerlijk licht nu. Dit is ook idioterie eigenlijk. Zo'n toernooi rijden op zo'n baan gaat toch niet naar banen die direct aan de zee liggen. En daarbij bedoel ik dan ook, en dat doet misschien wel pijn, de banen in Nederland. We hebben ook eens een keer een toernooi gehad in Den Haag. Ik meen dat het 4 jaar geleden was, maar ook niet onder gelijke omstandigheden kon worden gereden. Dan woei het weer, dan was er hagel, dan stortregen. Voor een kampioenschap als dit moet je eigenlijk met je landklimaat hebben. Het is natuurlijk foute bandtijd naar Insel te gaan. Maar je weet in ieder geval zeker dat het daar gelijk matig weer is. Dit is niet goed. Aan de andere kant pleit het voor indoor schaatsen. Want je verheugt je nu al op het wereldkampioenschap in Heerenveen. Om maar eens wat te zeggen. Ja, ik heb de indruk dat er een kleine stagnatie plaatsvindt in het verloop van de wedstrijd op dit moment. Men is her en der bezig met schuiven. U ziet dat ook, de baan een beetje schoon te vegen. Dan zullen we even op moeten wachten alvorens de volgende rit. En dat is de rit tussen Hans van Helden en de Tsjech Jiří Kincel van de start zal kunnen gaan.